De Basket Sensation is een beetje de hoogmis van het Kempische basketbal. Wij willen de Kempen op de basketkaart zetten. Wij maken een selectie van zowel... we beginnen van microben tot en met de heren. Een selectie van verschillende spelers uit de Kempen. En tegenstanders uit Limburg, uit Antwerpen. Ze komen van heinde en verre naar de Basket Sensation. Ik denk het hoogtepunt zal zijn toch onze G-basketwerking. We hebben een speciale selectie die volgend jaar naar de Special Olympics in Los Angeles gaat. En zij spelen tegen onze sponsors van BBC Finas Geel. Dus dat gaat een topmatch worden. Ook de dames belooft toch een goede match worden. We hebben een goed ploegje samengebracht en onze tegenstanders zullen uit Lummen komen. Dus dat gaat knallen. En aan onze heren, de Kempische selectie natuurlijk, wordt ook heel mooi. Zij krijgen Hulshout op bezoek, wat uiteraard ook wel Kempen is. Maar dan maken we er gewoon een groot Kempisch basketfeest van. Dus dat is de laatste match. We hebben cheerleaders, we hebben licht, we hebben geluid. Alles om een toffe basketdag te hebben. Ja, alleen ging de eerste Kempische selectie door, toen nog in het Koninklijk Atheneum. En ja, dat was eigenlijk is het idee ontstaan om de basketloze periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar op te vullen. En dan hadden we het idee om waarom is niet de betere spelers uit de Kempen samenbrengen, om dan onder de clubkleuren van BBC Geel een match te spelen. Ja, dat was eigenlijk dadelijk een succes. Veel mensen hadden toch wel zin om nog een basketmatchje in die... Die twee weken was dat toen nog tussen kerst en nieuw. En zodoende is het idee ontstaan om daar mee door te gaan. En na 17 jaar zien we vandaag het resultaat, wat dat fantastisch is. Ja. Is er een groot verschil tussen vandaag en 17 jaar geleden? Ja. Het grootste verschil vind ik persoonlijk dat de kloof tussen de Kempische clubs veel kleiner is geworden. In de tijd dat ik daarmee start was het heel moeilijk om spelers te mogen selecteren, want toen was er heel wat weerspannigheid van de andere clubs uit de Kempen. Nu vandaag is dat water veel minder diep, wat ik enkel en alleen maar kan toejagen. Want ik denk dat wij als Kempen willen wij groeien op basketgebied, dat wij zullen moeten samenwerken op alle niveaus. En dat we vandaag, zoals bij de microben, zien dat we alle selecties kunnen samenbrengen, vind ik een heel, heel positieve evolutie. Ja. Give an applause!
Thank you.
Genau. Let's go!